Amstel. Okay. De Amstelhaven of zo. Ja. Daar beneden. Ja. Ja. Oh. Kunnen we beginnen? Ja, ben ik klaar, man? Ja. Ja, hallo en welkom bij Tina TV. Iedere week weer een kijkje in de showbiz. Deze week gaat het misdaad worden met niemand minder. Ik ben blij dat hij er is. John van den Heuvel. Hey. Hey John, leuk dat je er bent. Ja. Waar ik benieuwd naar ben, wat vind jij naast jouw eigen programma nou de beste misdaadprogramma's op televisie? Gaat het goed, Tina? Ja. Jawel. Oké. Okay. Ja? Ja, zeker. Ja? Pak even die beginpresentatie, was goed. Ik pak die laatste vraag maar even op. Ja. Ja? Sorry, ja. Dat is oké. Okay. Niemand minder dan John van den Heuvel. John, hi, mijn eerste vraag aan jou. Wat vind jij nou, naast jouw eigen programma, de beste misdaadprogramma's op televisie? Ja, dat is toch het programma wat eigenlijk al jarenlang op de Nederlandse televisie te zien is. Het programma van Peter R. de Vries. Ja. Het is natuurlijk een beetje concurrent voor me, van me, maar ja, op zich... Oh, shit. Ja? Oh, jongens. Nou. Ik heb een ongelukje. Ik ben... Nou, waardeloos zeg. Zo. Ik denk dat je dat even kan afschrijven. Dit. Wow. Train drivers are deliberately running late. The operator is seeking answers on why a record number of services were behind schedule over the past month. Reporter David Woywood joins us live now from Flinders Street. And David, what's behind this dispute? Well, Helen, Metro Chief Andrew Lazala has today claimed there's a ring of drivers within the Melbourne network that are deliberately driving slow, delaying commuters every day. He's launched an investigation into the apparent go slow, saying it was first noticed last month at around the same time as it was ruled the drivers couldn't take industrial action. The comments were... The comments today ruffled the feathers of the union, which have been for an underperforming system.